Wel eens om getuige te zijn van de vlagwisseling. Het Wilhelmus. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top. Onmiddellijk hierna vertrekt de heer Lovink naar het vliegveld Kemayoran om naar Nederland terug te keren. Hij wordt uitgeleide gedaan door de ministers Roem en Anak Agung. De volgende dag hebben velen zich naar hetzelfde vliegveld begeven om president Sukarno te begroeten, die van nu af in Jakarta, zoals Batavia nu heet, zijn zetel zal hebben. Twee Dakota's van de nieuw opgerichte Indonesische luchtvaartmaatschappij hebben de president en zijn gevolg uit Yogyakarta hierheen gebracht. De kinderen van ingenieur Sukarno die met hem uit Jogja meekwamen vertrekken eerder. Na een kort oponthoud begint dan de intocht van de president in de hoofdstad van de Verenigde Staten van Indonesië. Het wordt een triomfale rit van het vliegveld naar het paleis aan het Koningsplein. Op het bordes van het paleis wordt ingenieur Sukarno onder andere opgewacht door Sultan Shahri. In een hartstochtelijke redevoering roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Dan, saudara-saudara sekalian. Apa sebab sekarang Sang Sriwarna bisa berkibar di sini? Tak lain tak bukan jelas oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliun ini berjuang mati-matian.